Wat belangrijk is, is dat we beseffen dat niet alleen de schildklier, maar ook de orgaantjes die daar boven zitten, de hypothalamus en de hypofyse, een rol spelen. De hypothalamus maakt het hormoon TRH. Dat stimuleert de hypofyse tot aanmaak van TSH. En TSH stimuleert de schildklier tot aanmaak van het schildklierhormoon T4. Dat is het nog inactieve hormoon. En dat wordt in verdere organen omgezet in het hormoon T3, het actieve hormoon. Nou, wat voor het verdere verloop van het verhaal ook nog van belang is, is dat de schildklier ook nog een beetje T3 zelf al aanmaakt. Nou, u ziet ook die pijlen van T4 en T3 van de weefsels die richting de hypofyse en de hypothalamus gaan. En dat is heel belangrijk in de werking van de hormonen die bepaald worden, ook door de dokter, waaronder dus het TSH. Want wat gebeurt er? Op het moment dat de schildklier minder goed gaat werken, zal er minder T4 en T3 worden gemaakt. En via dat terugkoppelingsmechanisme leidt dat weer tot een hogere aanmaak van het TSH. Dus die TSH is een hele gevoelige indicator van hoe het met uw schildklierfunctie gesteld is. Nou, dat staat ook op de volgende dia op een iets andere wijze weergegeven, middels de werking van een cv. Daarmee kan u het vergelijken. En het is dus eigenlijk een heel mooi terugkoppelingsmechanisme waarin zo lang mogelijk zeker wordt gesteld dat er genoeg schildklierhormoon wordt gemaakt. Maar als een bepaalde ziekte op een bepaald moment ernstig genoeg is, ja, dan is de schildklier niet meer in staat om genoeg aan te maken, dan wel gaat hij op een bepaald moment te veel aan hormoon aanmaken en faalt dus dat terugkoppelingsmechanisme. Dus belangrijke factor, niet alleen de schildklierhormonen, maar voornamelijk dat TSH is erg belangrijk voor het bepalen van hoe het met de schildklier gaat.